Het duurt inmiddels al weken, de werkzaamheden aan de Bongertstraat in Beek. Door het slechte weer van de afgelopen tijd bleven de werkzaamheden lang stil liggen. Bewoners ervaren dan ook flink wat overlast. De werkzaamheden liggen al een tijdje stil. Al weken wordt er niet meer gewerkt aan de Bongertstraat in Beek. Door de werkzaamheden kunnen bewoners hun huis niet gemakkelijk bereiken. Ik vind het echt heel verdrietig. Echt. En al het stof en vuil loopt binnen. Ik kan iedere keer mijn huis helemaal schoonmaken. Ja, ik vind het gewoon erg. En vooral die zware tassen sjouwen. En dan iedere keer achter een plekje vinden. Omdat ja, die mensen willen natuurlijk amper parkeren. En hier onderin ook. En dan moet je vechten om een plekje. Ik heb in november een herseninfarct een stuk of drie gehad. En toen kon de ziekenwagen niet eens bij het huis komen. En nou, dan, toen lagen die rijplaten er nog niet. Dus het was gewoon één modderboel. We hebben de naam ook in ons gezin veranderd in de Blubberstraat in plaats van in de Bongertstraat. Bongertstraat of Blubberstraat, de werkzaamheden zijn eind oktober gestart. Volgens de bewoners was dat geen handige timing. Het gaat alleen maar om, je kunt de auto niet in je inrit parkeren. Daar gaat het om, meneer. En dat vind ik best jammer. Want ik vind het had ook anders gekunnen. Ik vind als het in de, want hierachter hebben ze het in de zomer gedaan. Nou, dat was helemaal geen punt. Maar hier, dat kan je toch niet in de winter doen? Ja, heeft het ook. Maar ik kwam door het weer, hadden ze het over. Dus voor de nattigheid. Het straatwerk moet vernieuwd worden. Asfalt worden klinkers. En de riolering wordt ook gelijk nagekeken. Volgens wethouder Ria Barber heeft de aannemer geen klinkers kunnen leggen de laatste tijd door natte weer. Inmiddels hebben de bewoners een brief ontvangen omtrent de werkzaamheden. Na Pasen worden de werkzaamheden weer hervat. Het duurt zeker lang, maar ik heb begrepen dat ze nou, dat is eigenlijk goed, na Pasen gaan ze weer beginnen met de boel open te gooien. En daarna hoop ik dat ze eens een keer beginnen met de boel echt dicht te gooien, definitief. Nou, dat niet zo erg nu meer, maar ja, maandag beginnen ze natuurlijk weer opnieuw. En dan is maar de vraag of ik nog naar buiten kan. Want de stoep ligt ook niet goed, dus die zal er ook wel weer uit moeten. En dan moeten we afwachten hoe dat gaat. Volgens projectleider Pierre Kersten zal fase 1 van de Bongertstraat binnen 4 à 5 weken klaar zijn. Daarna starten ze met fase 2 vanaf het kruispunt met de Lindenstraat. Naar verwachting zal het nog minstens 8 à 9 weken duren voordat het volledige project is afgerond. Het al lang klaar. We zouden 22 december, dus van terug tot daar, zouden we alweer terug kunnen met de auto uit de inrit. En dan zitten wij, hoe is het vandaag? 20 maart. Is toch niet normaal? Ik vind dat echt niet kunnen hoor. Sorry dat ik het zeg. Die gemeente praat heel makkelijk. Maar de mensen zitten er maar mee.